Goedendag, Kijk naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we twee bewolkingslijntjes lopen met ertussen een gebied met opklaringen. Het rechter gebied, dat was het grote regengebied. De linkerzone, dat waren de enkele buien. Vanaf de Noordzee komen nog een paar buien aan en die trekken vanavond over het land. Vooral over het zuidoosten en over de noordelijke provincies. Tussendoor zijn er dan opklaringen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en bij opklaringen koelt het dan af tot rond 5 graden. De zuidwestenwind waait matig aan zeekrachtig windkracht 6. Aan het einde van de nacht en morgenochtend neemt de wind weer wat in kracht toe en dan trekt er een regengebied van west naar oost over het land. In de middag komen er opklaringen, maar ook weer enkele buien. Het wordt 7 graden in het noorden, 10 graden in Zeeland. Vrijdag krijgen we ander weer, dan gaat het in een groot deel van het land regenen en misschien later in de middag en in de avonduren in het noordoosten sneeuwen. Kwik daalt dan daar naar 2 graden, terwijl het in het zuiden 10 graden blijft. Zaterdag en zondag vallen er winterse buien, schijnt ook af en toe de zon en liggen er maximaal rond 5 graden. Ben Michiel Severin van Weer Plaza